Goedendag, je kijkt naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hadden vandaag te maken met een langgerekt koufront. En dat koufront dat zorgde ervoor dat er uh, behoorlijk wat regen viel en er veel wind stond. Als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat het uh, eigenlijk grotendeels bewolkt blijft in onze omgeving. En uiteraard viel er langdurig regen uit. Aan zee waren forse windstoten, tot zo'n 90, af en toe zelfs 95 km per uur. Met name in het oosten en zuiden waren er ook momenten dat het af en toe even droog was of licht miesde, maar uiteindelijk was het toch overal vooral nat. In de tweede helft van de middag werd het vanuit het noordwesten langzaam wat droger, en vanavond zet die trend door. Maar we gaan eerst nog even naar de Europese weerkaart, dan zien we de boosdoener van al dit slechte weer: zijn lage drukgebied bij Schotland, en daaromheen ligt dat een frontale systeem. Ongeveer zo. Het levert in het zuiden van Noorwegen behoorlijk wat sneeuw op, maar verder is het dus vooral regen, regen, regen. Dit front trekt langzaam richting de Alpen, gaat daarvoor sneeuw zorgen en uiteindelijk trekt het lage drukgebied richting Scandinavië. En dat is belangrijk, want daardoor komt er koude lucht onze kant op en dat is niet ijskoude lucht, maar het wordt wel in ieder geval wel minder zacht. De temperaturen van vandaag, 9 tot 11 graden, gaan we de komende twee weken in ieder geval niet meer krijgen. Even het weer in het Alpengebied, want daar gaat het flink sneeuwen. Morgen periode met sneeuw van de Franse Alpen en aan de Italiaanse zijde kan zo'n 20 tot 40 centimeter vallen. De Duitse Alpen en Oostenrijk is nog prima weer. En als je richting de Alpen wil dit weekend, is eigenlijk vrijdag de dag om richting Duitsland en Oostenrijk te rijden. De Franse Alpen en de Italiaanse Alpen, en eigenlijk ook een groot deel van Zwitserland, krijgen het al lastig op de wegen. Daar wordt het slecht begaanbaar. En zaterdag wordt het niet heel veel beter. Dan sneeuwt het eigenlijk overal. Het wordt ook kouder. Het gaat sneeuwen tot in de dalen. En in het hele zuiden van Duitsland, en ook in het Ardennengebied en de Vorgezen, kan het glad worden door sneeuwval. Dus nogmaals, als je dit weekend richting de Alpen gaat, dan is zaterdag eigenlijk de slechtste dag om te rijden. Zondag ziet het er duidelijk wat beter uit. Terug naar Nederland. De regen trekt vanavond naar het oosten weg. Kan een enkel buitje aan zee vallen. En verder klaart het ook heel voorzichtig op hier en daar. De temperatuur is zo 7 à 8 graden. De wind is aan het begin van de avond 5 tot 7 bovenvoor, maar later in de avond neemt hij weer toe. En vannacht staat er dan langs de kust 7 tot 8 boven. Ook in enkele buien de kustprovincies, in het binnenland is het grotendeels droog, daar koelt het af naar 4 graden. Morgen overdag hebben we dan af en toe zonneschijn, er zijn ook veel wolkenvelden. denk dat het zuidoosten zelfs amper de zon te zien krijgt, en vooral in de kustprovincies valt misschien een buitje. Vroeg in de ochtend is de wind nog 5 tot 7 boven, maar in de loop van de dag neemt de wind af. En aan het einde van de middag staat 2 tot 4 bovenvoor, dan is het allemaal wat rustiger. Morgen dus 7 graden. Dat is al 3 graden lager dan vandaag. En die daling die zet door. Zaterdag 4 à 5 graden. Zondag 3. En maandag in het oosten zelfs 2 graden als maximum. We zien ook wat sneeuwvlokken staan. Zaterdag is het een enkele winterse bui. Zondag gaat het waarschijnlijk geruime tijd regenen of sneeuwen. Met temperaturen tussen 0 en 3 graden. Onzekere verwachting, maar hou die zeker in de gaten. En ook maandag kan er hier en daar nog een sneeuwbui vallen. Later op de dag gaat waarschijnlijk de zon weer schijnen. We gaan dus naar een iets meer wintersweertype in Nederland. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl